En nog even iets voorleggen. Bernard komt net binnen en we gaan de laatste minuut van het programma binnen. Hamas eist nu de vrijlating van alle Palestijnse gevangenen in Israël in ruil voor de gijzelaars. Dus zal ik je van zeggen? En dat gaat gebeuren? Goed idee. Ja, dat is een hartstikke goed idee. Er zijn 6.000 en er is één keer, een aantal jaar geleden, een soldaat die daar gevangen is, zat geruild tegen 1.000 Palestijnen in Israël in gevangenis zaten. Ik denk dat de Israëlische regering, daar slaan alle stoppen door bij dit soort eisen. Maar ik denk dat het een goed idee is. Ik zou zeggen, jongens, dit is een mooi aanknopingspunt. Laten we met Egypte bellen. Egypte belt weer met Qatar, want die heeft tot nu toe al die uitruilingen gedaan. En let's make a deal. Ik zou het doen. Zou dat in Israël inderdaad alle stoppen doen doorslaan, Ralf? Ik zie niet in hoe ze hier 6.000 gevangenen vrij kunnen laten. Nee, ze hebben ook 1.400 doden tegen 7.500 doden weggestrept, toch? Dus dat kennelijk is een Palestijn minder waard dan een Israëli. Of je het zo kunt... aparte definitie, Mark, van proportionaliteit. Dat speelt hier ook voortdurend. Twee kanten uit, ja. Maar ik weet niet of Ralf vindt of denkt of het haalbaar is of niet, maar ik vind het een prima idee. Want die Palestijnen in die gevangenis is voor velen een steen des aanstoots. Het kost goud geld. Het levert steeds maar weer andere problemen op. Weg met die mensen. En laten we die gijzelaars terughalen. Dat zou ik denken. Als je er inderdaad voor eentje 1.000 vrijlaat, zoals met Gilad Shalit een paar jaar geleden, dan zou je inderdaad voor 200 6.000, dat lijkt een goede deal inderdaad. Ja. Okay, we hebben het hier toch wel opgelost. Manier van tellen, dat realiseer ik me ook wel, hoor. We hebben hier de zaken toch opgelost in dat uurtje. Maar de vraag, zou het in Israël als een oplossing worden ervaren? Want wij denken kennelijk toch in Europa, het zijn zeker de mensen in Bergen-op-Zoom vandaag, net niet helemaal zoals ze in Tel Aviv en zeker in Jeruzalem denken. Nee, maar dus wat ik zei, er is al een kleine kentering gaande hier in Israël, nu dat er ook minder mensen willen dat ze direct Gazastrook intrekken, dat de hoogste prioriteit die gijzelaars zijn. Als je hier ook rondloopt door de straat, overal hangen posters, overal hangen schermen, overal liggen beren met blinddoeken die gijzelaars moeten voorstellen. Onder de bevolking is het, haal die gijzelaars terug. En hoe ze dat moeten doen, of dat door een gevangenenruil, dat lijkt... voor de veiligheid van de Israëli's een betere kans te hebben dan een massaal grondoffensief. Maar hoe de legertop en de regering daarover denkt, dat kan anders liggen. We komen aan het einde. Dankjewel, correspondent Ralf Dekkers vanuit Tel Aviv. Dankjewel, Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator, dat je het hele uur erbij was. En je hoorde eerder ook hoogleraar oorlogsstudies Frans Ozinga en auteur Martine van den Berg. Ja, tot zover deze extra nieuwsuitzending over de ontwikkeling in Israël en de Gaza-strook. Die kun je terugluisteren als je bijvoorbeeld even naar bnr.nl gaat of naar je podcast-app, want daar ga je hem straks vinden. Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app. Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.